The number you have dialed has been changed. The new number is... It only takes a minute, girl. Ladies and gentlemen, this program has been hacked. The next 60 seconds are for me. Ladies and gentlemen, Nora takes a minute. Nou weet ik dat een aantal van jullie ook actief zijn op Facebook, omdat jullie onze pagina hebben gevonden en af en toe ons wat feedback geven over Small Wonder. En hou je absoluut niet in, blijf dat gewoon doen. Maar dan heb je ook gemerkt als Facebook-gebruiker dat er een nieuwe functie live is gegaan afgelopen week. Het is nu de bedoeling dat je mensen kan zoeken op basis van hun interesses, maar ook het onderwerp waar ze over gesproken hebben. Ja, ik vind dat toch wel een klein beetje creepy, want Facebook geeft eigenlijk nu gewoon toe dat alles wat je post toch echt wel openbaar is. En aan de commerciële kant zie ik er absoluut wel voordelen in, maar voor de gewone mensen onderling vraag ik me echt nog of het gaat werken. Het is niet dat je bij een concert de buurman gaat aanstoten en gaat zeggen van goh, laten we vrienden worden omdat we bij hetzelfde concert zitten. Toch? Wat denk jij? This program has been hacked. The 911 emergency number is not in effect in the area where you are. Please hang up and dial O for operator. This is a recording. Dit is Nora Tol, de kritische Facebook-gebruiker voor Small Wonder.